En daar zijn ze weer. Vorige aflevering wist Jelle niet of Joost en Jelle terug zouden komen bij het Nether Portal. En ze zijn nog steeds druk bezig met zoeken. Want ja, we hebben in ieder geval elkaar gevonden. Ja, we waren dichterbij dan dat we dachten. Het was flink. Ja, ook als het niet echt een toepasselijk woord om daar te gebruiken, maar dat maakt het zo lekker. Oeh, ik sta in de brand. Wat doe je? Ik sta in de brand. Dit is lekker. Barbecue. Ja, barbecue. Lekkere koe op de braai. Lekker. Okay. Steak. Lekker. Okay, dat is wel even lekker genieten. Ja, dat is even... ik heb honger trouwens. In het echt. Ik heb echt honger. Oh, je hebt honger in het echt. Ik was hier net... Help, paniek! Help! Het volgt me nog steeds. Shit. What the fuck? Oh, wat heerlijk. De totale paniek. De totale chaos. We hadden onszelf niet meer onder controle. Nee, helemaal niet, nee. Oh. Maar ik ben je weer kwijt. Ik jou ook. Oh, daar ben je achteraf. Hallo? Deze jongen is gevaarlijk hoor, op zo'n moment. Oh. Ja. Ik was even kwijt helemaal. Kan je misschien even het source blok even weghalen? I'm twerking on it. You're twerking on it? Yes. You're twerking on the situation. Yes. Oh. Komt die aan hoor. Nou, dat vind ik niet. Het was ook zo onverwacht. Mijn hart. Ja. Dat is echt... Oh. Niet dat normaal. Dan noem ik nou nog eens een hartslag. Ja. Oh, ik vind het ook zo fijn dat het echt snel weggaat. Ja. Dat je niet heel lang hoeft te wachten. Oh, ik dacht het serieus was een keer, want vroeger was het helemaal erg. Ja, vroeger maar was het... volgens mij stroomt het sneller in de Nether, weet je dat? Ja, serieus? En volgens mij... Ja, ooit had het aparte physics en duurde het echt 3 jaar. En nu duurt het nog steeds 2 jaar, maar... Ja, precies. Ja, het verspreiden gaat snel, dus dat is eigenlijk alleen maar een nadeel. Maar het weggaan, dat doet weer heel erg lang. Volgens mij. Ja. Dat blijkt maar weer hieruit. Oké. Okay. Nou, 4 jaar later, ik heb even een kopje thee gezet. Ja, zo. Precies. En dan gaan we er ook weer tegenaan. Tegenslagen, dat gebeurt soms. Dit soort dingetjes, moet je soms even doorheen. Ik schrok me echt. Ik schrok ook echt heel hard. Ik snapte er helemaal niks van. Maar jij riep zo, wow, dus ik dacht echt van... en toen zag ik echt een zee aan lava gewoon. Ja, dat kwam eraan. Ik schiet even die gas neer, want hij is pittig vervelend. Lekkere geluidjes ook. Ja, zeker. Lekker schreeuwtje. Maar ik ben ons portal kwijt. En jij ook. Ja, ik ook. We zitten in hetzelfde schuitje. Nou, gelukkig hebben we van elkaar. Ja, en het is geen busschuitje, dus... En dat zijn die grapjes. Dat zijn die leuke grapjes. Dat zijn ze dan ook. Oh, ik kom even in mijn... Gelukkig kom ik aan mijn woorden. Ik ben even aan het opnemen. Wie ben je aan het praten? Ja. Ga je weer even weg? dit is even genieten, dit momentje, hè? Dit zijn even die lekkere familie-interacties. Ja, dit is even genieten. Rick, zou je even weg kunnen gaan? Met wie praat je? Met Joost. Maar Joost is hier. Rick, ik vroeg of je weg wilde gaan, weet je nog? Dat had ik net gevraagd. Nu? Ja, nu. Nee, ja, oké, tuurlijk. Ja. Doei. Ja, dit vind ik wel... Dat is dan ook even fijn, dat zoiets gebeurt. Ik vind het lekker, even zo'n pauze. Even zo'n korte intermezzo. Altijd lekker. Oh, dit is spannend. Precies. Hier beneden. Dit is heftig. Oeh. Oh, ik wil je er aan de ene kant heel slaan. Zelfcontrole. Ja, precies. Beheersing. Waar de hel is ons portal, Jelle? Ja, dat weet ik ook helemaal niet. Oh, ik zie echt al dat deze hele aflevering gewoon... Zoeken naar het portal. Ja. Ja, ik weet wel dat het semi-ver van de dungeon af was, maar dat je nog wel... Oh, hier is dat crisismoment. Het crisismoment? Oh, ja, hier ging jij helemaal dood door al die pigments. Ja, we zijn in de buurt. Maar het is sowieso door deze gang, want we kwamen daar binnen, langs die lekkere palen, weet je wel? Dit is die lekkere architectuur, was dit? Ja, precies. Dus we gaan hier even naartoe. Ja. Ik eet even een lekker lapje vlees. Ik eet even een watermeloen. Inside the watermelon! Oh, ja, hier kunnen we naar beneden gaan. En dan? Dan zijn we ergens anders. Nou, dat is tof. Ja, maar daar gaat het wel om, hoor. Je moet blijven verplaatsen. Je moet vrij zijn in de wereld. Ja, je moet jezelf durven zijn ook. Zeker. Oké. Okay. Hopelijk gaan we niet weer een schrikmoment hebben. Ik hoop het ook niet. Het is best erg dat wij gewoon... Gaspark. Oh god. Sommige mensen spelen voor de lol andere dingen. Mm-hmm. Wij spelen gekke dingen. Wij worden gewoon aangepakt door het spel. Altijd. Keihard. Oké, dit is wel echt de aflevering van interactie met Jelle's familie. Dus ik moet een beetje zachter gaan praten. Want het is inmiddels al laat. Dus mijn moeder kwam in haar badjas de kamer in. Oh, gezellig. Dat is ook wel leuk. Deze aflevering is niet alleen met Jelle, maar ook gewoon met Jelle's familie. Ja, het is 3 in 1. Of 4 in 2 of zo. Het is gewoon bonus. Gratis. Een extraatje. Oh, ik vind het zo eng als die pigmen ineens naar je toe komen rennen. Ja, zo van, gaat hij aanvallen, gaat hij niet aanvallen. Gaat hij aanvallen, gaat hij niet aanvallen. Precies. Hoe dan ook, ik ga dus iets minder enthousiast praten. Even lekker timide en bij elkaar. Ja, en beheerst. Auw, help. Je zag de lava niet. Ik probeerde eroverheen te springen, maar het ging niet. Oh. Het is iets wat je nooit moet doen. De hitbox is groter dan dat je denkt, oké. Jelle, ik heb zo'n gevoel dat wij hem kwijt zijn. Oh, echt? Is dat wat je gevoel zegt? Ja, en dat zegt het al zo'n 10 minuten. Als je zo'n sterk gevoel hebt, dan kun je misschien ook een soort van je gevoel laten uitvinden waar we heen moeten. Kan ik kompas gebruiken? Heb ik er iets aan? Nee, dat hangt. Nee, die gaat helemaal flippen. Ja, ik weet het niet. Ik ben het zo kwijt. Waar komen we nou vandaan? Maar we zitten sowieso in de buurt. Waarschijnlijk is het echt op 2 meter afstand. Ja, maar het vervelende van de Nether is dat het uit zo'n vol lagen bestaat. Ja, en dat we nog gewoon geen idee hebben waar we vandaan komen. Ja, precies. We hadden langs de zijkant van een of andere berg gehakt. Ik ga weer even terug hierheen. Even langs de lekkere architectuur. Ja. Toen kwamen we vol... Ja, dus oh ja, hier waren we aan het struggelen. Met de opkomen. Hier kwamen we doorheen. Komen we van hier beneden. Ja, we komen van hier beneden. Echt waar? Oké. Oh ja, dit was het. En toen gingen we hier aan de zijkant en we lopen graven. Dus hier was het, denk ik. Ik doe even backtracking, hoor. Dit is tof. Ja, ik voel me een beetje detective hier. Volgens mij komen we van hierboven misschien. Even kijken, hoor. Nee, hier waren we net. Oh, dus genieten. Oké, dan gaan we kijken of we via beneden kunnen misschien. Ja, ik kijk even of hierachter wat is. Even Gelukkig heb ik mijn mooie pakje nog. Ja, dat is fijn. Ik heb al een set diamond armor en een golden broek er doorheen gewerkt, maar... Oh, hij raakte mij volledig. Ik werd de lucht in gelanceerd. Ik heb 1 hartje. Een half hartje. Dit is lekker. Ik ga even de muur in. Veel plezier. Dag. Hé, dankjewel, man. Ik heb ook lekker een boog, heb ik. Is ons ding daar? Ik zoek, maar... Dat is ook wel fijn, hoor, dat je dan gewoon even lekker rustig rondspringt en dan word je beschoten door alles en dan... Dat is altijd lekker. Klerenbeest, spring en klerenbeest. Gevonden! Oh, ik zie hem ook! Ik zie hem echt, as we speak zie ik hem. Yes, ik draai echt 180 graden rond en ik zie hem op de berg. Kijk uit, deze klootzak niet onze Nether Portal sloopt. Ik heb hem even doodgeschoten. Heel goed gedaan, jochie. Dank je. Vind ik fijn. Kijk, dat soort complimentjes, dat vind ik dan lekker. Daar kan ome Joost wel van genieten. Nou, haal ik mijn energie uit. Nou, dan stel ik voor dat we in ieder geval nog iets gaan doen. Ja. Wacht, laten we naar de Ender Portal ding gaan en dan gaan we ze bijvullen. Goed plan. Ik pak even wat fatsoenlijk eten, want watermelon is best wel vervelend. En het regent, dat vind ik ook vervelend. Maar dan kunnen we er weinig aan doen. We moeten even Piet Padesma bellen. Ja, even doen. Ik ga even Piet Padesma bellen, hoor. Bel even. Ja, oké. Hey Piet. Hey, wat fuck moet je? Kan het even stoppen met regenen? Vooruit. En dat gebeurt dan ook. En dat doet Piet dan ook, dat vind ik fijn. Dit zijn geen comments, dit zijn geen cheats, dit is echt... geen cheats. Dit is echt. Je zag me niet... wat, Piet? Niet invullen. Wat? Oké, laten we verder gaan. Deed je ook de Weather Song Command? Ja. Oh, ik deed het ook. Deed jij het ook? Nice. Yeah. Oké, waar is het? Even kijken. Ergens hier, ergens op 00 volgens mij onderaan. Okay. En dat is best ver weg. Echt waar? Is het zo ver weg? Volgens mij wel. Heb je ze bij je? Ja. Oh shit, dit is echt... We only get one chance. Only get one shot, do not miss your chance or blow. Because this opportunity goes once in a lifetime. Yo. Yo. Oké, we moeten deze kant op qua X. Waar ik nu heen kijk. En ja. Qua Z ook. We zitten goed. Die kant op. Dan go jij maar first. Oké. Het is nu op het giest. Klim even omhoog via het water voor de zekerheid. Het is echt even genieten. Oh. Ik ga... Ja, misschien kun je beter die dingen aan mij geven. Wacht, hoeveel heb je er nodig? Weet niet, geef hem de helft aan mij. Ik maak even een platformpje. Ik heb net verrek. Oké, is goed. Oh, mooi weer dit. Oké. Ja, dit is lekker. Geef me even er een paar. Ja. Oké. Let's go. You gotta let it go. Oh! Echt goed. Verantwoordelijk. Oh, een lekkere paal hier. Vind ik fijn dat hij daar staat ook. Even eromheen. Hop. Deze kant op. Hoe ver moeten we nog? Ik hou even de coordinates erbij. Weet je zeker we zitten ook gewoon volledig op de verkeerde X. Fuck. Deze kant op. En je weet, dit gaat goed. En je weet hoe het moet. We zingen dit lied. En we belden met Piet. Ja, we belden wel met Piet. Ja, zeker. Ja. Piet Padesma, die wil ik ook nog een keer ontmoeten. Magnum Q Creeper. Oh, ik heb een diamanten broek gevonden. Die Gucci. Of waar ben jij nu helemaal? Ik ben helemaal richting dat ding. En ik heb even een chest ook gevonden. Hallo, chest. Oeh, diamond helmet. Spawn zombie pigman. Spawn squid voor ons aquarium. 61 oak planks. Glowstone dust. Birch sapling. En een arrow. Ik weet even niet waar je bent, schat. Hey, liefie, ik ben op 140 min 78. 140? Oh, je bent veel verder nog. Oh, wat erg. Waar ben jij? Kom maar gewoon lekker naar 00. Oh, weet je, ik denk niet dat het daar is, hoor. Volgens mij staat het veel dichter bij ons eiland. Volgens mij niet, toch? Ik denk dat we best wel ver gaan, zullen. Want wij gaan ver. Je weet hoe ver wij gaan. Ja, wij gaan best ver. Oké, ik kom naar 00. Lekker koppen heb je. Oh, dit is wel genieten. Het verbaast me... Oh, ik ga niet eens jinxen. Ik ga niet eens zeggen dat het me verbaast dat ik nog niet ben gevallen. Oh shit, mijn sprint is nu klaar. Het was gewoon midden in een jump dat mijn sprint ineens uit was. Oh, dat is veel te gevaarlijk. Eten die bol. Oh, en dan val je weer een stukje. Oké. Oh, daar ben je. Naast je. Achter je. Rechts achter je. Ben ik. Arrow. Hey. Ik ga even een klein stukje omhoog. Voor de zekerheid. Oh, ik zit op de laatste noob. Nou, eigenlijk was ik ook best wel noob. Ik stond op de ene laatste, maar oké. Oké. Oh, een chest. Wat zit erin? Wood. En spawn sheep. Dat is mooi. Oh, we zijn op ijs. Min 3 nu, dat is niet goed. Dit is 0. En dan tik het op. Met mijn vinger aan de trigger. We zijn te ver gegaan, joh. Ja, we zijn een beetje aan de verkeerde kant. Ja, ik hoop dat het hier is. Volgens mij, het stond op de forum post van deze map. Staat waar die zit. En als ik me goed herinner was het 00, maar... Oké. Het was in ieder geval boven dat glas, weet je wel? Waar we ooit in het begin helemaal begonnen zijn. Ja, precies. Maar dat glas zit dicht bij het eiland, hoor. Nou, dan, ja, het is ook gewoon totaal niet hier. Ik ben een professional. Ik ga het even opzoeken. Yes. Ik ga proberen terug te gaan naar het eiland. Even kijken. Even opzoeken. Dat is Minecraft. Skygrid. Spannend. Nee, ik zit weer op de laagste laag, joh. Even kijken. Ongelooflijk. Random chest throughout the map, blabbidi blabbidi blue. Ja, dat weten we wel, inmiddels. Maar waar span je dan? Dat is de hamvraag. Fight the random chest and spawners. Using the nether to escape the Skygrid is cheating. Oh, nou, we hebben wel dat, maar dat boeit niet. Ja. There's a single end portal directly below the world spawn, near the bottom of the world. Ja, leuk, maar waar is de world spawn? Ja, bij de glas. Ja, maar waar is het glas? Ja, dat is dan de vraag, hè? Livie, weet jij de coördinaten van ons eiland nog? Nope. Ik ben... Nee, dat weet ik niet. Misschien hadden we beter voorbereid moeten komen. En ik liep er bijna vanaf als een complete idioot. This could be a bit of an issue. We zijn goede boys. Ja, dat mag duidelijk zijn, hè? Ja, absoluut. Dat moeten we even duidelijk maken. Volgens mij, Jelle, lijkt het mij een strak plan. Als wij zo terug zijn als we bij het eiland zijn. Want dit is ellende. We gaan er echt nog veel te lang over doen voordat we er zijn. Dus dames en heren, wij zijn zo terug als wij weer terug bij het eiland zijn. Tot zo. Oké, daar zijn we weer. Het heeft even geduurd. Maar we zijn er weer, hoor. Ja, we zijn er weer. En we hebben het glas gevonden. Het zit gewoon recht boven ons eiland. Jelle heeft het gevonden, ik niet. Ja, dit zei ik al, hè, Joost. Ja, je zei het. En ik had je moeten geloven. Mijn vertrouwen. Dat was even er niet. En dat had ik moeten doen. Oh, ik heb hem gevonden. Ik zag hem ook al. Zo. Lekker. Het verbaast me echt. Het verbaast me oprecht dat we niet dood zijn gegaan. Mij ook. Oh god, de scout. En ik ga erop af. Die zijn de fik. Op een sneeuwblok. Ik heb die man er vanaf gehaald. Heb ik je gered? Heb ik iets goeds gedaan? Ik hoop het. Oh. Ik heb hem gepleurd. Welk blok zet je op? Heel dichtbij, dichtbij de portal. Oké. Misschien kan ik je spullen oppakken, namelijk. Ik hoop het. Ik stond midden op een blok. Ja, wat voor blok stond je op? Een sneeuwblok. Net onder een lava blok. Ik zie wel een lava blok, maar... Ik ben vlak bij de portal, maar ik heb niet zoveel HP meer, dus ik kan niet echt... Oh, hey. Daar ben je al. Hallo. Ik heb geen eten meer. Struggle, struggle. Oh, ik werd in de lava geschoten door de skeleton. Oh, daar zie ik mijn spullen liggen. Oh ja. Oh, nice. En de dingen liggen er nog. Kijk uit voor de lava, dat je niet door de lava springt. Oh, hoe ga ik dat doen? Wacht. Ik kan misschien. Nice. Heb je eten? Die is gewoon dus zo naast. Deze man. Die is helemaal gek. Het boeit me niks meer. Ik ben er. Voor mij zit er erin. Die van mij ook. Wacht, de cornerblocks. Oh, daar moet er nog één. Ik zat er van, hè? Zo, spannend dit. Laten we hier niet per ongeluk invallen. Ik gooi er even wat netherrack in. Ik ben mijn outfit wel kwijt, maar dit is wel een spannend moment om de aflevering te beëindigen. Wat gaan Jelle en Joost nu doen? Weer met een lekkere cliffhanger. Ja, nee, precies. Nee, doen we niet. Dit is spannend. Sorry dat ik een beetje deze aflevering niet zo enthousiast heb gepraat. Want ja, familie struggles en zo. En ja. Doesn't matter, hoor. Het komt volgende aflevering weer helemaal goed. Ik zeg, laat even een likeje achter als je het helemaal leuk vond. Check Jelle's kanaal in de beschrijving. Mocht je dat nog niet gedaan hebben. En ik liep per ongeluk hierin. Ik wist dat het gebeurde. Ik denk dat we de volgende aflevering de Ender Dragon bevechten. Doei. Later. Oh, wat zijn wij ontiegelijk slecht.